Welkom bij Uit de Conversations. Ik zit hier vandaag met Johan en we gaan het hebben over Project Monterey. Bij VMworld is het grootst aangekondigd. Main stage, de CEO's van Nvidia en VMware. Wat is jouw kijk hierop? Ja, ik denk dat het goed is om eerst eens te bespreken. Wat is Project Monterey? Ik denk, het is een samenwerkingsverband tussen Nvidia en VMware. En het gaat ervoor zorgen dat we nu data science platformen makkelijker naar het on-prem datacenter kunnen krijgen. Op basis van gestandardiseerde technologie. Innovatieve technologie, want tot voor kort was het eigenlijk was het wel mogelijk om die data science platformen naar datacenter te krijgen. Maar wel met veel moeite en zelf veel bouwen, heel veel handwerk eigenlijk. En we zien nu dat er een gestandardiseerd platform gaat komen om, om die complexe AI-applicaties naar naar de organisaties toe te krijgen. En naast zeg maar deze aankondiging is er ook hardware aangekondigd? Ja, Project Monterey is eigenlijk een samenvoeging van een aantal stukken technologie. Allereerst is er een hardware component aangekondigd, genaamd de SmartNIC. Wat een netwerkkaart is die zelf voorzien is van een aantal chips. En waar een stuk van ASXI op komt te draaien. Dus je krijgt een hardware stack van die traditionele host die we al kenden. Maar daarbij specifieke netwerkkaarten die ervoor kunnen zorgen dat je met een lagere latency veel meer bandbreedte en een directe integratie tussen die SmartNIC en een GPU veel efficiënter en met veel meer bruikbare resources aan die data science applicaties kan werken. En met name dat stuk, dat heeft heel veel voordelen. We zien dat we bij heel veel klanten dat de data die gebruikt wordt om in zo'n deep learning of machine learning applicatie iets te doen, die groeit exponentieel. En we zien dat het helemaal niet zo raar is om microscopiebeelden van een enkel beeld van 2 terabyte te hebben. Dat is helemaal niet zo gek. Als je daar een aantal van hebt en daar een deep learning applicatie over wil laten lopen, ja, dan heb je krachtige hardware nodig. En zijn eigenlijk de bottlenecks die we tot nu toe hadden, dat netwerk, dat lijkt hiermee opgelost te zijn. Dus dat is echt een prachtig mooie aankondiging. Hey, en dit gaat allemaal over accelerators, hè? Die kan je gebruiken voor toepassingen. Ja. Maar een stap verder is dat je ze ook weer kan virtualiseren en op een andere manier kan aanbieden. En daarmee gaat het hele cluster-principe eigenlijk overboord. Van hoe je VM's en accelerators koppelt. Ja, en dat is heel tof. Waar we eigenlijk tot voor kort, tot vSphere 7 tegen knelpunten aanliepen, omdat een accelerator niet echt een native guest is in vSphere, is dat nu zo. Dus met al wat aankondiging vSphere 7 is het al zo dat dat technologie als vSphere DRS gebruik kunnen maken van zo'n accelerator. Maar met alle aankondigingen die nu zijn gebeurd, ja, is de manier waarop wij als over clusters nadenken en het toepassen of het toekennen van hardware aan een VM, ja, dat concept verdwijnt zometeen. We kunnen zometeen door gebruik te maken van die SmartNICs een GPU die in één host zit, toegang verschaffen aan een VM die in een andere host zit, door gebruik te maken van die SmartNICs. Dus de manier waarop we die hardware toekenden, ja, dat hele principe gaat overboord en wordt volledig gebaseerd op APIs. Dus je kunt een API gebruiken vanuit een container om toegang te verschaffen tot een GPU. En over een snel netwerk, ja, en dat is echt een gamechanger. Hey, en je zegt die SmartNICs, er zitten een aantal chips op. Een daarvan is een ARM CPU, dus het is de hele vSphere on ARM, zeg maar, ASX on ARM. Een andere is FPGA. Ben jij al een beetje in FPGA's aan het verdiepen? Nou, FPGA's niet, maar wel. Ik ben al langere tijd eigenlijk bezig met GPU's, dus wel met accelerators. Heb een deep learning applicatie gebouwd om wat ervaring op te doen met Python en hoe het trainen van zijn dataset werkt en of het trainen van een algoritme.
Dus best wel in thuis. Maar ik heb begrepen dat jij wel een nieuwe hobby hebt in dat vlak. Ja, ik heb tot nu toe heb ik hem voornamelijk aangezet, zeg maar. Ja. Zover ben ik. Maar ik wil meer snappen van die FPGA's. Ze bestaan natuurlijk al een hele tijd. En we weten dat in bepaalde public clouds de FPGA's standaard in alle machines zitten. Voornamelijk voor die networking. Maar ik wil beter begrijpen hoe we hier winst voor kunnen halen met onze klanten. Ja, en, tof. Ja, op een bepaalde manier is het ook. Vorig jaar was echt het jaar van de CPU, hè, bij VMworld. Met de hele re-architecture van vSphere. Om modernere workloads op kunnen draaien. Met containers en Kubernetes. Ja, en dit jaar zou je eigenlijk wel kunnen zeggen dat het jaar is van de accelerators. Met GPU's, met DPU's. Echt super. Ja, wat heel tof is dat nu echt een vlucht begint te nemen. Dus die accelerators zijn echt een native guest zometeen in vSphere. VCF als platform wordt de standaard waarop Monterey komt te draaien. En wat we eigenlijk zien is dat, en dat hebben we bij klanten ook wel meegemaakt, is dat het is heel lastig om zo'n deep learning platform te bouwen. Terwijl een hoop dingen al commoditized zijn. Je kunt vrij eenvoudig van de NVIDIA Graphics Cloud kun je containers downloaden. Gewoon Docker containers. Die al voorzien zijn van alle frameworks die je nodig hebt om te kunnen starten. Alleen was het bouwen van hardware daarbij een lastig ding. En nu zien we dat op basis van VCF, waarin de vSphere laag zit, waarin NSX zit, waarin VSAN zit, waarin Tanzu zit, nu dus ook alle NVIDIA-ondersteuning zit, dat ook het hardware-stuk en de infralaag erbovenop commoditized zijn. Ja, dus dit geeft alle mogelijkheden om zometeen makkelijk en snel te kunnen gaan starten. En eigenlijk de focus te hebben op hetgeen waar wij vanuit Cloud Native in geloven. En dat is focus hebben op die applicatie. Ja, zeker. En je zegt het al, mensen kunnen er snel mee starten. Deze aankondiging is nu geweest, hè, maar het duurt nog even voordat het GA is. Wat kunnen mensen concreet al gaan doen om hier mee aan de slag te gaan? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat het heel goed is om te gaan verdiepen in Tanzu. Tanzu is natuurlijk gewoon nu al beschikbaar sowieso. Is aangekondigd dat nu standaard met vSphere te draaien is. Dus je hebt geen VCF meer nodig. Dus ga vooral kijken hoe de componenten die in Tanzu zitten werken. Hoe je het gemakkelijkst die containers naar eindgebruik of naar ontwikkelaars kan brengen. Hoe je applicaties kunt gaan beschikbaar stellen. Ga alvast kijken in de NGC, dus die NVIDIA Graphics Cloud op ngc.nvidia.com. Ja, en je kunt eigenlijk al met de GPU's die we nu al voor datacenter kennen, kun je ook al een start maken. Je kunt al, we hebben uitgebreid het afgelopen jaar focus gehad op de integratie met Bitfusion, die al die perfect werkt. Ik heb op VMworld een sessie gehad over de integratie tussen vSphere en vSphere TKG en Bitfusion. En dat is ook echt een perfect startpunt om te zien hoe je gemakkelijk daarmee in de gang kunt gaan. Ik raad kijkers wel aan om die sessie nog terug te bekijken. Ja, cool. Ja, en ze kunnen natuurlijk altijd ons bellen. Dat, absoluut. Dat was hem voor deze update. Als laatste abonneer je vooral op ons YouTube-kanaal. En tot volgende keer.